We hadden net al heel even over de Rider Strike. Er is een Rider Strike gaande. We hebben geen idee hoe lang die nog gaat duren dit keer. Maar The Rings of Power Season 2 gaat in ieder geval gewoon door qua productie. Zonder de showrunners die de show schrijven. Maar showrunners zijn in principe niet schrijvers. Dus dit snap ik niet helemaal. Showrunners kunnen ook schrijvers zijn, ja? Ja, kan. Maar in principe is de showrunner gewoon de hoofdproducent. Nou, degene die zorgt dat het gemaakt wordt. Ja, en zij zijn ook de schrijvers. In dit geval? Ja, okay. Alleen nu dus niet meer. Rings of Power Season 2 is natuurlijk al onderweg. Dat betekent dat het script natuurlijk ook al is geschreven. Maar wat voor problemen gaat dit natuurlijk opleveren? Door deze strike mogen riders niet meer werken. In ieder geval iedereen die is aangesloten bij de guild. Mogen niet? Huh? Mogen die dat mogen niet? Mogen niet. Nee, absoluut van niet. De guild. Van de guild mag dat niet. Wat een sukkels. En vrij, volgens mij is dat ook, moet je ook aangesloten zijn bij de guild om überhaupt te kunnen werken in Hollywood. Ja, net zoals de Screen Actors Guild. Er zijn heel veel van dat soort. Was het niet dat Uncharted zo goed was omdat die ze niet meer in films mochten werken, maar wel voor games? Geen idee. Nee, dat was, volgens mij was er op een gegeven moment een Naughty Dog iets waarin er toen daar mensen. Volgens mij kwam Uncharted ook rond die tijd wel uit hoor. Ja, en we hadden een jaar na de vorige Rider Strike kwam Iron Man uit. Dus je hebt geen fucking domme riders nodig. Maar Iron Man is, kom op, die is qua verhaal toch niet een insane vette... Wel goed geschreven. Maar je hebt natuurlijk ook, showrunners schrijven volgens mij meer het verhaal uit. En je hebt natuurlijk ook weer degene die echt de screenplay doen, die ook daadwerkelijk dialoog maar die mogen ook, invullen. Maar die mogen ook allemaal niks meer doen. Het gaat nu opgepikt worden door producers die non-writing credits hebben. Die gaan hier nu mee verder. Nou, het probleem ermee is, vooral met dit soort producties die al onderweg zijn. Script changes zijn iets van iedere fucking dag van shooting bijna. En dat kan dus niet meer voorkomen. In ieder geval niet met de schrijvers van deze serie. Al weet je nooit wat ze onder de tafel doen, weet je wel. Ja, kunstelen, jong leren, hopen dat het goed gaat. Maakt toch geen drol uit, want niemand keert heel erg veel voor de Rings of Power. Ik denk niet dat er, weet je, avid Rings of Power fans zijn. Ik denk het wel. Nee, er zijn ook avid fucking sequel trilogy fans. Er zijn, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Nou ja, je bent geen, toch? Je bent toch geen avid fucking sequel trilogy fan? Nou, gisteren ineens geworden. Behalve deel 3. Ben ik wel fan. Deel 3? Ja. Die vond je niet lijp. Anyways, natuurlijk zijn die er uiteindelijk wel, maar niet zoveel dat iemand. De algemene consensus was niet dat het heel goed was, seizoen 1. Precies. Misschien wordt het juist wel heel goed. Misschien hebben we ineens allemaal mensen goede ideeën. Dat is dus precies waarom ik die Rider Strike niet zo vervelend vind. Want ik kan me voorstellen dat gewoon als jij bij een guild zit en je wordt maar elke dag of elke week een keer gebeld door een producent die zegt van, hey, ben je vrij? Wil je schrijven voor Flupsy A of zussen me zo B? Ja is goed en op alles maar ja is goed zetten. Dan krijg je gewoon... En ook veel van die riders hebben, ja, ik hou helemaal niet van The Witcher, maar ik ga er iets heel anders van maken. Ja, precies. Want ik krijg er 50.000 pegeltjes voor, dus let's go. Maar je hebt wel vorige, dat is wat ik me vooral nog herinner, dus was dus Quantum of Solace, die op de rug van Casino Royale kwam, die dus geschreven werd door de regisseur en Daniel Craig samen. En dat, ik vind het op zich nog best wel een vette film als je direct naar Casino Royale kijkt als één film. Maar, weet je wat maar het ding is wel echt, je ziet wel dat er geen mensen involved zijn die hebben geleerd over verhaalvertelling. En... Nee, dat klopt. Dus er moet zeker, maar ergens heb ik een stille hoop of zo. Dat, kijk, Lucas is daar natuurlijk wel een beetje een voorbeeld van. En dan gaat het misschien juist weer aan de andere kant verkeerd. Maar dat er een regisseur is die een film wil maken. Zoals dat in indie bijvoorbeeld vaak gebeurt. Dan heeft gewoon de regisseur die shit geschreven. Niet een of andere debiel van de fucking schrijvers guild. Nee, gewoon de regisseur die denkt van, ik wil dit maken. En die zal echt wel de hulp hebben, misschien wel van een boekenschrijver. Hij is de filmkenner, dus hij zorgt wel dat het beeld werkt. En dan moet de schrijver maar zorgen dat het een vet verhaal is. Mm-hmm. Fuck die fucking Writers Guild. En hun fucking vervelende positie dat ze zich overal op plekken smiegelen waar ze eigenlijk zelf niet eens willen zitten. Laat een fucking regisseur zijn fucking verhaal maken met iemand die het leuk vindt. En of dit nou bij de guild zit of dat het zijn fucking neefje is van, nou, hopelijk wel boven de 20, dat hij wel weet hoe leuke storywriting is. Maar gewoon iemand, twee mensen of wat dan ook die het samen vindt. Ik vind het überhaupt al gek dat er bij series en bij films soort van
drie of vier, misschien wel 10 writers zijn en een director en een dit en een dat. Natuurlijk voor hele grote dingen snap ik het. Alleen ergens wordt het er minder puur en minder lijp van. Ja, er zijn gewoon hele harde regels in Hollywood. Gewoon zeker met al deze unions. Want dat is onder andere gewoon maar, wat het is. Ja. Nee, maar je weet, mijn ex is een actrice geweest. Die kon in sommige films en dergelijke en series niet gecast worden. Omdat ze niet onderdeel was van de Screen Actors Guild. Dat ja. moest je zijn. Anders ja. mochten ze je niet aannemen. Nee, alleen voor een non-speaking role kon je dan krijgen bijvoorbeeld. Ja. Maar voor speaking role moest je aangesloten zijn bij de Screen Actors Guild. Ja, nou, ik vind dat ergens. Ik vind dat ik hou. En dat kost je ook pegels, ja, dat, hè? En dan kunnen ze jou protecten, want dan heb je legal assistance en dit en dat. Ja. En, ja, maar er zijn ook wel echt vaste afspraken lobby over. Oké, okay, heb je een line, dan moet je minimaal dit verdienen. Of, en dat doen zij dan, zo, maar ja. dat kan je ook. En alsnog, wat was dat ook alweer? Welke film was dat nou ook alweer waar de lead actress een soort van $3000 kreeg? En de lead actor een miljoen. Was dat ook ik weet niet meer wat het was, maar toen hadden we zoiets van, dan is het slecht onderhandeld. Dus als de stream ding is er staat, dan hebben ze dat onderhandeld dat het fucking een marginale paycheck alsnog is. Want ze kreeg echt... Ja, was het ScarJo nou zelfs? Nee, dat was zeker niet ScarJo. Maar nee. Ik kan me dit vaag herinneren. Ja, we hebben het in Nerd Culture over gehad. Nee, Film Kings denk ik nog. Kan ook. Dat het echt een tijd geleden is. Ja, maar hier moet je even de reeks uitleggen. Zoveel doen ze niet. The rules of the strike means that WGA members cannot work on projects in the union's jurisdiction which may cause delays for a variety of movies and TV shows currently in production. While some ongoing series have remained unaffected due to timing or other factors, with Disney Plus's Andor, krijgen we season 2 natuurlijk, en the Game of Thrones prequel House of the Dragon, both set to be on track. Maar mogen dus geen scriptveranderingen tijdens de productie meer hebben. Shows including American Horror Story may experience delays in the release of the next seasons. Ja. Dus dan weet je dat. Ja, nou ja. Dan gaan we wat anders kijken. En dan hoop ik dat het door iemand gemaakt is. Ja, zoals ze fucking leren. Hoop ik dat het door iemand gemaakt is die niet bij die fucking domme guild zit. En dat ze gewoon vrijheid hebben. En niet lui zijn omdat ze bij een guild zijn. Ben je nu tegen alle vakbonden of tegen deze specifieke vakbonden? Nou, tegen deze. En ik moet zeggen, ik ben ook niet heel erg van het vakbonden, inderdaad. Het ding is wel een beetje, mensen hebben zoiets van, where's the fucking money, weet je? Want ze krijgen volgens mij niet, en dat is volgens mij, correct me if I'm wrong, ik ben niet helemaal in dit verhaal gedoken, maar volgens mij is ook een van de dingen, de hoeveelheid streams, daar krijgen ze, als iets een miljoen keer bekeken wordt, krijgen ze geen cent meer voor. Nee, of iets ik snap ook dat ze bestaan, hè? Dat er, maar ergens, ja, denk ik dat, het zijn lobby's. Uiteindelijk. En lobby's zijn over het algemeen. Ja, ik weet niet of hè, dat weet. Oké, laat ik niet zeggen of die altijd slecht of goed zijn. Maar je krijgt er een bepaald soort van schapengedrag door, flocking, wat ik gewoon niet zo nice vind. Want je kan je verschuilen achter, oh, de union regelt dat wel. Of de union zorgt wel dat als ik een keer te weinig werk heb, dat ze mij ergens daar en daar plaatsen en dat ik geld krijg, ook al heb ik helemaal geen zin in het project. Dat soort dingen. Ik vind dat gewoon ergens, maakt het je lui. Ik heb nog nooit bij een union gezeten. Wij hebben geen cao. En we still exist and do cool shit. Weet je, dus dat is een beetje het ding. En misschien hadden we, stel, zou wel lekker zijn soms. Maar heel eerlijk. Nee, heel eerlijk, nee, je wordt er lui van. Heel eerlijk, Blammo is ook niet zeg maar, nee, maar daarom, zo'n groot junior. Nee, wij zijn freelancers. Fucking, ja, ook dat. Ik was geen freelancer. Tot en met weet ik veel, 4 jaar terug of zo. Dus, maar ik heb nooit een CSA. Maar de macht van Hollywood Studios. Precies dat. Fuck dat. En dan is er één orgaan waar ze wel mee willen praten. En dat is dan de Guild. En dan moet je dan een soort van geld voor betalen als je daar acteur wil zijn. Terwijl je zelf staat af te wassen in de fucking McDonald's. Elke vakbond is het. Dit is toch ook als je slager bent, dan zit je toch ook bij de slagersvakbond. Dus nou, maar moet je daarbij om slager te zijn? Dat denk ik niet, ten eerste. Nou, wel als je wilt dat je dingetjes gewoon lekker geregeld worden. Maar regel je eigen dingetjes. Maar dat kan niet. Dat zijn veel te grote bedrijven. Of veel, nou, niet eens bedrijven. Het zijn veel te grotere. Ik denk waarschijnlijk ook te makkelijk hoor. Maar het soort van, het is meer ergens soort van. Wat? Je kan niet zeggen, zorg dat je regel je eigen dingen. Dat kan je zeggen. Maar die schrijver, sorry, je kan niet aangenomen worden, want je zit niet bij de WGA. Nee, oké, daarom. Dat is ook kut. En dat is weird dat het er is. Maar dat er überhaupt een soort van hele. Dat bedoel ik. Dus die shit houdt, hoe noem je dat? Bureaucratie en wat dan ook in stand. Ik hou daar gewoon in. Ja, maar wat is het alternatief? Dat je gewoon een regisseur die zegt: ben jij een lijpe schrijver? Kom, we gaan wat doen samen. Zoals wij hier een fucking podcast.
podcast aan het maken zijn. Heb je wel eens een aftiteling gekeken van een film? Dat maak je niet met z'n vieren. Nee, tuurlijk niet. Dat snap ik. Maar en los daarvan, wat denk, je van een gigantische studio die een schrijver... dan gaan we door naar de volgende. Maar in Nederland maken we toch ook films zonder vakbonden? In Nederland maken we toch ook geen goede films? En ik weet zeker dat ze vakbonden hebben. Tuurlijk, maar ik denk dat menig productiehuis in Nederland niet per se soort van gaat praten met de acteursvakbond. Om dan te zeggen van ja, we kunnen alleen mensen uit de acteursvakbond aannemen. Nee, als jij gewoon een getalenteerde acteur bent, dan moet je fucking mee kunnen doen in een film. Als de regisseur of de casting. Dat is niet zo. Omdat ze dat zo hebben dus afgedwongen. Dirty as country. Ja, precies. Ja, maar dat is ook kut. Om acteurs en schrijvers te beschermen. Dat is tegen exploitatie. Ja, maar dat klinkt als mobster fucking. Heb je toch protecten. In Team America? Ik ben wel Team America. In Team America, de film. Team America, heb je toch dat ze op een gegeven moment de actors vakbond of zo met Matt Damon als de lead ook ja. tegen Kim Jong-un of zo. Die shit, vet.